Maar waarom? Je loopt wel gewoon aan de lopende band voor dingen weg, hè? Ach, hou op, man, gek. Ja, je doet het. Omdat je geïrriteerd bent, hoef je dat niet op mij af te reageren. Want als de rest niet komt helpen, wie ben jij dan om mij er nu een aflawaai te geven? Nee, maar weet je wat het is? Ja, nee, weet je wat het is? Boeit me geen kutje, toch, gek. En je loopt altijd half weg. Ach, loop je altijd half weg? Je moet niet zo geïrriteerd tegen me doen. Ga dat lekker tegen andere mensen doen die niet mogen. Maar die spreek ik ook aan, Ger. Alleen jou laat ik vaak. Ja, is wel goed, yes. Je loopt altijd weg, man. Ja. Omdat ik geen gezin heb en dat geëmmer van jou. Ja, weet je wat het is? Ik ben het gewoon een beetje. Ja, je weet wat het is. Gaan we roken? Ja. Weet je wat ik ook een beetje zat ben? Is dat ik altijd de dupe ben van dat hij zijn verantwoordelijkheden niet nakomt. Ja. Oh, wees van die mensen. Ja. Maar omdat hij het weer uit moet stellen, dat telefoongesprek uitstellen, ben ik uiteindelijk degene die op de blaren moet zitten. Ik heb daar gewoon geen zin in, jongen. Nee. Met die playback video ook al, met podiumvrees uiteindelijk, sta ik uiteindelijk shit op te lossen. Loopt hij te land te fanteren. Uiteindelijk wordt hij door Jens aangesproken op dat hij niet meedoet met de hakkenrace. Maar wordt het hele evenement erbij getrokken. Ik dus ook. En ik wil gewoon niet meer de dupe zijn van dingen die iemand anders doet. Ik wil het gewoon niet meer. Dan moet je dat ook niet meer doen. Ja. Ja, zo simpel is het. Nee. Zo simpel is het. Dan moet je dat op doen? Gewoon je eigen ding gaan doen. Ja, of hij moet gewoon even zijn afspraken nakomen, toch? Wat heb je gezien met die playback video? Dat was zijn initiatief. Dat zou hij regelen. Ja. Hij heeft toch anderhalve week liggen? Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar daar is hij toch ook op aangesproken? Ja, maar ik heb hem tussendoor ook een paar keer aangesproken. Ja. Ja, en ik heb nu ook gevraagd of hij ons wil helpen met die medley, zeg maar, voor de Hollandse avond. Maar dan ga ik er wel zelf bovenop zitten, dat weet ik inmiddels ook. En met alle goede bedoeling hoor, dat hij wil helpen. Ja, maar als je het uiteindelijk weet wat ligt, kan je beter zeggen, neem het iemand anders. Maar Jesse, dat is precies hetzelfde als die kistjes. Sorry, spijt me zeer. Ja, dat doet ook heel erg. Ja? Weet je, en heel erg eerlijk, die 150 kistjes, heel erg eerlijk. Ik zei tegen Is gisteren, van mij mag het gestolen worden nu. Wat we hebben. Ja, maar er hebben iets van 6 mensen een hand opgestoken. Ja, maar ik ga niet dagenlang daar kistjes zitten maken. En uiteindelijk ben ik nu met Brendan, die daar lang mee bezig is. En ondertussen ben ik met de webshop bezig, ben ik andere dingen aan het fixen. Weet je, en dan voel ik me kut als ik denk vanmiddag, oh, jullie zouden die tent opzetten. Meer heb jij, check. En ik zou kistjes in elkaar gaan schroeven en ondertussen sta ik te koken. Ja. Weet je, dan denk ik, ja, kom mijn afspraak nu ook niet na. Nee, oké, ja, maar ja, dat is wel een keuze die je maakt natuurlijk. Ja. Uiteindelijk vanuit het gevoel van als ik het niet doe, doet ook niemand anders het. Ja, maar dat is het nu op dit moment, weet je. Ja, en ik zou het wel chill vinden, heel eerlijk, als jij ook even mee gaat schroeven. Ja, ik vind in eerste instantie vind ik dat je even de mensen erop aan moet spreken die een hand hebben opgestoken. Ja, 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 zeker. Brendan die zit daar echt wel dagenlang mee te schroeven, zeg maar. Ja. Maar ik weet... Er waren iets van 5-6 mensen die een hand opgestoken. Ja, maar ik weet, en dat heb ik ook al eerder tegen jou gezegd, als ik met jou daar een uurtje kistje ga zitten schroeven, dat we in één keer zo'n hele zo'n kistje hebben, dan heb ik die irritatie ook niet meer. Nee. Weet je, en dat heb ik al eerder tegen je gezegd. Waarom lukt het nu dan niet, terwijl er 6 mensen in principe op de kistjes zitten? Ja, omdat mensen gewoon weggaan. Dat weet je hier toch inmiddels. Daar hebben we al heel vaak gesprek over gehad, Jesse. Daar zijn we allebei voor binnengekomen. En dat zit er niet in bij mensen. Weet je, en dan kan ik wel denken, ja, Mariska gaat wel weer harder en harder en harder. Maar op een gegeven moment is dat een keer gedaan, weet je. Dan denk ik, ik steek alle tijd en energie erin en dan is het gewoon een keer klaar. En ik weet dat jullie druk zijn met je nummers en met die shit regelen, weet je. Maar dan denk ik, als wij samen even 2 uurtjes gaan kistjes schroeven, dan is het klaar. Ja. Weet je, en dan denk ik ook, kom op Jess, help me dan even. Ja, maar dat is lekker makkelijk praten. Nee, maar dat... Ik zit in 1000 projecten tegelijk. Dat snap ik. Ik heb alleen maar stress. Ja? Ik ben alleen maar andere shit aan het oplossen. Ja. En dan kan ik niet ook nog eens een keer andere taken op me nemen. Terwijl we hier met z'n 12 zijn. Hè? Ja, maar dat weet je. Dat is wat ik zeg. Er steken 6 mensen hun hand op. Ja. En dan moeten die gewoon een verantwoordelijkheid nemen. Ja, maar je weet, Lex die scheurt. Die kan niet schroeven. Fren heeft vandaag voor het eerst gezaagd waar ik super blij mee ben. Weet je, dan denk ik, ja, dan liggen er alweer een zootje kratjes. Maar ik denk op een gegeven moment ook, zoek het lekker uit. Weet je? Heel eerlijk. Ja, dat gevoel heb ik al in totaal al, wat is het? En zeker nu met die webshop. Als ik verder. Ja, heb ik dat gevoel al gehad van zoek het lekker uit, maar ik stop uiteindelijk toch niet. Nee, ik ook niet. Maar dat is hetzelfde als nu met die webshop, weet je. Voor mij is het echt een dubbel met die exportlijsten. Weet je, ik krijg 40 mails per dag bijna binnen. Ja.
En dan is de hele dag is de computer bezet. Ja. Fuck it, ik ga gewoon maandag in de vergadering. Ik zeg, sorry jongens, maar ik ga 3 uur per dag achter dat ding zitten. En allemaal de tering voor jullie met je privé shit. Ja, weet je, ik wil klanten tevreden houden. Mensen gaan überhaupt gewoon eens een kistje tekenen. Dat zijn wel onze klanten. Dat is al te moeilijk hier. Ja. Dat is gewoon zo. Ja, dan moet ik zeggen, elke keer wil je kistje tekenen. Iedereen ziet dat die dingen er toch staan, of niet soms? Ben je blind? Nou, moet ik wel zeggen, er zouden natuurlijk ook blanco kistje voor de markt kunnen staan, hè? Ja, maar als de dingen getekend zijn en je weet dat je ze niet getekend hebt. Ja, ik weet niet. Ik kan me ergens nog voorstellen dat mensen zich daarin vergissen. En van de week heb ik een briefje geschreven, willen die en die tekenen, ja. binnen een half uur stond het erop. Ja, maar echt? Dan was het misschien dus toch dat ze niet van de hoogte waren. Kijk, als er elke paar dagen nieuwe kistjes staan met handtekeningen, ik kan me ergens voorstellen dat je niet elke keer checkt, had ik die wel getekend, had ik die niet getekend. Maar het is allemaal frustratie, tuurlijk is het allemaal frustratie. Ja. Weet je, dan denk ik, ja, moet ik dan zelf nog harder gaan of niet, weet je? Maar spreek je de mensen die mee zouden helpen met de kistjes erop aan? Ja, ik heb vandaag ook gezegd. Ja, zeker. Weet je, en Lex gaat dan wel weer lekker schudden. Mensen zijn druk. Andrea zegt toch ook in de vergadering vandaag, als de tent opgezet wordt, dan ga ik kistjes schroeven. En wat heeft ze? DJ-les. Ja. Ja, ik weet het niet. Mensen vinden het niet belangrijk hier, Jesse. En wie zou er nog meer meedoen? Fren, maar die heeft meegezaagd. Sowieso vandaag. Lex, die heeft wel wat geschuurd. Die heeft de hele week meegeholpen. Nee. Niet? Nee. Lex ook niet. Want Lexi zou de hele week helpen. Brandon, jij. Andrea. Nee. Dat was het? En Fren. En Jordi zei, ja, ik help wel wanneer mogelijk. Weet je, en dat doet hij ook wel. Maar het zijn allemaal mensen, dat weet je, die allemaal een concentratievermogen van een garnaal hebben. Die niet urenlang doorgaan. Dat weet je zelf hier inmiddels ook. Ja. Yeah. Als wij een podium bouwen en een bar, beginnen we om 8 uur 's morgens. Yeah. 9 uur. 10 uur. Ja, dan kan je gewoon lang door. Ja. Het is... Dit is het laatste hout. Dan kap ik ermee. Ik ben dat van mensen ertussen uitglippen. Gewoon zo zat. Ja. Yeah. Gewoon als dingen moeten, dan moeten ze. Doe je iets voor jezelf, joh, fuck het lekker op. Het boeit me allemaal niet. Maar als je iets gewoon met elkaar moet doen, regel het gewoon. Ja. Yeah. Mij aansteken, of niet? Nee. Het is een blauwe panter. Heb je geen aansteker? Ja, en die ligt daar. Als het goed is. Die ronde.